Kongs versus Cooking on Three Burners en This Girl staat deze week op nummer 3 in de Nederlandse top 40. En de vorige Little Mix featuring Sean Paul en Hair. Je luistert naar de middagshow Martins Middagmatinee op deze woensdagmiddag, de 27 juli in 2016. Leuk dat je luistert. We zijn nu toe aan Ariana Grande. En het gaat goed met Ariana Grande en Into You, want vorige week was ze nog aan het zakken. En op de terugweg de top 40 uit. Maar deze week stijgt ze weer. Terug van nummer 18 naar nummer 17 in de Nederlandse top 40. Nou, dit was dus een van de voorbeelden van hoe de middagshow wordt opgenomen. En nu is het natuurlijk leuk als je dan zojuist de beweging hebt gezien. En nu gaat horen hoe het klinkt uiteindelijk. Even mijn koptelefoon afzetten. Hetgeen wat ik dus net heb opgenomen, dat hoor je dus nu terug hoe het geworden is. Kongs versus Cooking on Three Burners en This Girl van deze week op nummer 3 in de Nederlandse top 40. En de vorige Little Mix featuring Sean Paul en Hair. Luister naar de middagshow Martins Middagmatinee deze woensdagmiddag, 27 juli in 2016. Leuk dat je luistert. We zijn nu toe aan Ariana Grande. En het gaat goed met Ariana Grande en Into You, want vorige week was ze nog aan het zakken en op de terugweg de top 40 uit. Maar deze week stijgt ze weer. Terug van nummer 18 naar nummer 17 in de Nederlandse top 40. Martins Middagmatinee. Nou, zo klinkt dat dus uiteindelijk in de uitzending van Radio Schouwen-Duiveland. Dus dan weet je in ieder geval hoe het gaat. De middagshow neem ik altijd van tevoren op, omdat ik altijd gewoon een drukke werkende man ben die weinig tijd heeft om elke dag natuurlijk in de studio te duiken. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar door middel van VoiceTrack, je kunt het hier op het scherm zien, kun je dus heel veel van tevoren opnemen. En hoef je dus niet altijd live uitzending te maken en daar kun je toch je hobby uitvoeren. En een horizontaal programma presenteren, zoals de middagshow elke dag van 5 tot 6. Mochten de mensen zijn die het leuk vinden, ik kan ooit nog wel een keer een opname maken van een andere scène. Bedankt voor het kijken en tot een andere keer wellicht.